En naast mij staat met 2 meter acht Thomas van der Mars. Uh, Baseball Insiders zullen me kennen uh, van de Portland University. En een trainingskamp bij de Portland Trailblazer. en dit jaar al in Europa gespeeld. Uh, voor andere volgers uh, of mindere volgers is het een volslagen onbekende die dit jaar debuteert in het Nederlands team. Uh, Thomas, wie ben je en waar kom je vandaan? Ik ben Thomas van der Mars en ik kom uit Gouda. Uit Gouda. Uh, en we kennen een andere speler die ook uit Gouda komt, Jeroen van der List. Dat klopt. Ja, dat klopt. Ik heb met hem uh, gespeeld bij uh, de Springers. Daar zijn we begonnen met basketbal. Dus, uh. De Springers, ja, helaas bestaan de Springers niet meer. Nee. Ze zijn gefuseerd met Wallings Flyers. Voor de intervie ze het nu Bouncers. Ja, uh, daar kom, die kom ik zelf ook nog wel eens tegen. Uh, wat is het hoogste wat je hier in Nederland hebt gespeeld voordat je naar Amerika ging? Uh, 120 Eredivisie. Bij, uh... Rotterdam. bij Rotterdam. Ja, sorry. Okay. En wanneer ben je naar het buitenland gegaan? Ik ben, uh, even kijken. Dus afgelopen jaar heb ik in Europa gespeeld, toen vier jaar in college, en daarvoor zat ik in uh, Spanje. Dus dat is ondertussen alweer vijf, zes jaar geleden dat ik de laatste keer in Nederland speelde. Okay, was dat die Spaanse academie waar heel veel Nederlandse jongens ja. CBA? Uh... CBA, ja. Oké. Okay. Uh, hoe ben je bij Portland University terechtgekomen? Uh, dat is uh, via CBA gegaan. Dus daar heb ik een, uh, acht maanden lang getraind en uh, de University of Portland was een van de scholen die mijn uh, scholarship aanbood en uh, daar ben ik uiteindelijk mee gegaan. Dus. Uh... Ja, een mooie tijd gehad. Prachtige tijd, prachtige tijd. College is een uh, echte aanrader. Ja. Uh, we zijn een beetje oud, uh, Arie. Dat voor ons, gaat voor ons niet meer lukken. <laughs> um, en toen naar Europa. Uh, eerst Griekenland, uh, daarna Estland. Mm -hmm. Griekenland. Ja, de financiële situatie en uh, gewoon de situatie op zich in Griekenland is uh, een beetje onstabiel. Uh, of instabiel eigenlijk zou ik moeten zeggen. Um, en we wisten dat het een risico was. Uh, daar ben ik uiteindelijk wel mee gegaan. Want de kans om in zo'n competitie te spelen, zeker het eerste jaar naar een college, is, een, uh, is gewoon een mooie kans. Uh, een mooi iets om te doen. Dus ik heb ook wel mooie dingen meegemaakt. Maar uiteindelijk bleek de situatie toch te instabiel om, uh, om daar te blijven. En uh, toen ben ik uiteindelijk uh, naar een team in Estland gegaan. En daar heb ik nog uh, vier, vijf maanden heel leuk gebaasd. Ja, ik zag daar regelmatig dubbeldubbels achter je naam staan. Dat klopt, dat klopt. Je traint nu mee met het Nederlands team. Uh, je zit natuurlijk ook gewoon in de selectie die uh, straks die kwalificatiewedstrijden gaat spelen. Uiteindelijk zijn er maar dertien en we hebben, één, uh, we hebben twee dubbele nationaliteiten. Dus uh, je speelt sowieso. Um, hoe voelt dat om uh, voor het Nederlands team uh, uit te komen nu? Dat um, uh, is, is een goede vraag. Uh, tot op een aantal jaar geleden als ik hier kwam kijken naar het Nederlands team... Uh, was het echt zoiets van, uh, ja, ik zie me er zelf nog niet tussen lopen. En, uh, het, is, het is een hele eer om, om, je, om je land op het allerhoogste niveau te, te mogen vertegenwoordigen. Ja. En uh, ja, ik ben nog heel blij dat ik deze, deze kans krijg. Ja. Waarom zag je jezelf er niet tussenlopen? lopen? Vond je jezelf nog niet goed genoeg? Ja, het lijkt een beetje ver weg nog. Uh, zeker als je nog in Nederland speelt in de jeugd. En, uh, ja, ik zag het nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Dus het is een hele mooie, uh, hele mooie ontwikkeling geweest. Ja. Voor mij. Hey, uh, we gaan nu naar Polen voor de eerste oefenwedstrijden. Uh, en er moeten uiteindelijk een maand uh, flink wat wedstrijden spelen voordat die kwalificatiewedstrijden beginnen. Ja. Uh, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland. Uh, wat verwacht je daarvan? Um, ik denk dat het hele goede wedstrijden gaan worden. Uh, ik denk dat iedereen, uh, elk team, uh, heel veel energie aan de dag gaat leggen om, uh, om zich te kwalificeren. En dat zouden, moeten we ook doen om, uh, om gewoon een goede, goede wedstrijd in te zetten. Ja. Denk je, uh, hoe hoog schat je de kans in? Uh, Redelijk. Ik, ik, bedoel, het, ik heb zelf nog nooit tegen deze teams gespeeld. Dus voor mij is het een beetje moeilijk om, om iets in te schatten. Ik denk dat we gewoon uh, naar elke wedstrijd moeten uh, toeleven met, uh, met passie en energie. En, uh, en ik denk dat we dan uh, wel uh, goede kansen hebben om te kwalificeren. Okay. Ja, nou dat hopen wij natuurlijk ook. Want dan kunnen we kunnen volgend jaar in 2017 naar Turkije, Israël, Roemenië, Finland, waar het georganiseerd gaat worden. Uh, landen waarvan ik soms denk van nou moet dat nou. Uh, Israël, Turkije, dat zijn nog niet bepaald de veiligste landen, geloof ik. Uh, nee je hoort momenteel niet heel veel goe uh, goed nieuws. Maar uh, ja, ik ben altijd van de mening niet, uh, niet uh, overreageren op dingen. En ik denk dat er ook nog wel heel veel mooie plekken zijn. In, ook in die landen waar je gewoon heel veilig en heel mooie uh, basketballervaringen kan opdoen. Ja. Nou, we zullen het afwachten. We zullen eerst in uh, eind augustus, begin september eens kijken wat, uh, wat het gaat worden. Ik wens je veel succes. Dankjewel.